Hey knapperts, deze video is gericht op mannen. Wat moet je nou doen om je shit op orde te krijgen, om een masculine man te worden, om aantrekkelijk te worden voor het vrouwelijke? Als je aantrekkelijk bent voor het vrouwelijke, ben je aantrekkelijk voor de natuur. De natuur is vrouwelijk, moeder natuur, het is de natuur die creëert. Dus als je aantrekkelijk bent voor het vrouwelijke, je bent aantrekkelijk voor de natuur, word je beloond met gezondheid. Een gezond lijf, gezonde communicatie, gezonde relaties, gezond banksaldo. Dus zeer essentieel. Maar ik wil elke vrouw die nu aan het kijken is ook vragen om te blijven kijken. Het is namelijk de taak voor jou als vrouw. Je bent een verlengstuk van de natuur, nogmaals, moeder natuur. Wat doet de natuur? Natuurlijke selectie. Dus het is de taak van de vrouw om te selecteren. Waar selecteert de vrouw op? Op competentie en betrouwbaarheid, betrouwbare kracht. Daar ga ik verder op induiken. Dus als vrouw, als je deze stof snapt en toepast, kan je beter doen wat de natuur van je verlangt, namelijk goed selecteren. En wordt ook jij beloond met gezondheid. Als mens in het algemeen en als man in het bijzonder zijn er drie fases waar je doorheen gaat. Je wordt zwak geboren. Wij mensen zijn de zwakste diersoort vlak na de geboorte. We zijn mega afhankelijk. Zonder hulp gaan we meteen dood. Dus je wordt zwak geboren. Vervolgens moet je je shit gaan regelen zodat je krachtig wordt. In de breedste zin van het woord, maar we gaan het zo ontleden. Maar als je altijd alles maar op kracht doet en veel mensen blijven in die fase hangen, ja, dan is dus je enige antwoord is een hamer. Overal doorheen forceren. En dan kom je een heel eind totdat je vastloopt. Dus de derde fase is om van kracht naar macht te gaan. En macht is een vies woord in het Nederlandse. Maar machteloosheid, dat wil niemand. Macht is iets prachtigs. Als je machtig bent, dan ben je van kracht, van forceren naar flow gegaan. Van op kracht door dingen heen beuken, op souplesse door het leven gegaan. Als je naar Lionel Messi kijkt, of Michael Jordan in zijn oude dagen, of Michael Jackson in zijn dagen op het podium. Dan zie je souplesse. Dan zie je, jeetje, wat gaat dat makkelijk. En interpreteert als makkelijk, is het resultaat van jarenlange oefening, waardoor het er zo soepel en machtig uitziet. Dus er zijn drie fasen. Je wordt zwak geboren, dan wil je zorgen dat je krachtig wordt en dan wil je zorgen dat je machtig wordt. En macht is iets heel anders dan kracht. Macht is namelijk beheerste kracht. Bij macht, als je een machtig persoon bent, heb je de optie om ook te kiezen voor bijvoorbeeld zacht. We gaan dat verder ontleden, maar dat is even belangrijk om mee te starten. Het is de bedoeling voor jou als man in het bijzonder om een beheerste kracht te worden. Als je iets wil kunnen beheersen, moet er natuurlijk wel iets krachtigs zijn. Dus als je niet krachtig bent, dan kan je wel zeggen, ja, ik ben een hele rustige man. Nee, je bent gewoon zwak. Andersom, als je ontzettend veel testosteron bent, je bent ontzettend krachtig, je bent ontzettend agressief, je hebt heel veel energie, maar je kunt hem niet beheersen, dan ben je ook geen masculine man, dan ben je een jochie. Dus de combinatie van de twee, beheersing en kracht, dat vormt macht. Voordat ik naar dat toe ga, concreet wat je als man kunt doen om masculine te worden, om aantrekkelijker te worden, begin ik heel eventjes met de vier belangrijkste mannelijke archetypes van Jung. Dit boek is geschreven door twee studenten van hem. Het is een prima boek, geen fantastisch boek. Als je er doorheen komt, adviseer ik je, en je vindt dit interessant, om gewoon naar de bron te gaan en het werk van Carl Jung zelf te bestuderen. Die archetypes, dat is fenomenaal. Als ik nu met jou één op één zou gaan praten over een bepaald archetype, dan ligt een gedeelte van je hersenstam licht op, oftewel het oudste stuk van je brein. Zo oud is deze energie, deze wijsheid. Ik wil dat eerst eventjes met je ontleden. De vier belangrijkste archetypes, namelijk de koning, mannelijke archetypes. De koning, de tovenaar noemen deze, maar wordt ook wel vaak, ik noem hem liever de wijze of de leraar. Dan heb je de strijder. En dan heb je de liefhebber. Je wordt als man niet geboren met deze vier archetypes ontwikkeld. Dit zijn dingen die je dus moet ontwikkelen. Je moet hier kracht in ontwikkelen en hem vervolgens leren beheersen. Eventjes een heel belangrijk punt. Als dit helemaal nieuw voor jou is, als je nog nooit van deze archetypes hebt gehoord, dan word je op dit moment gerund door de schaduwzijdes van deze archetypes. Elk archetype
heeft namelijk twee schaduwzijden, een passieve en een actieve. Voordat ik die ga uitleggen aan je, de koning die heerst, die zorgt voor orde, structuur en richting. Ja, de details vindt hij niet zo belangrijk. Hij is ook niet heel erg per se van de actie en van het geweld of whatever. Maar hij is wel van de orde, van de structuur en van de richting. De wijze, de tovenaar, de leraar, is van de grote principes, de natuurwetten. Kennis, begrip is waar het hem om te doen is. Ja? De strijder, nou, spreekt voor zich. Het is dus niet een vechter, het is een strijder. Een strijder knokt voor iets groters dan hemzelf. Strijder is ontzettend loyaal, is ontzettend trouw. En is natuurlijk op zoek naar, uiteindelijk, naar vrijheid. En dan vooral de vrijheid van. De vrijheid van beperking, de vrijheid van onrecht enzovoort. Dus dat is de strijder. Krachtig. En dan hebben we de liefhebber. En de liefhebber, dat gaat niet alleen maar als man over het liefhebben van een vrouw of van een andere man. De liefhebber gaat in het algemeen over kunnen genieten, over liefhebben. Dus in een mooie leren fauteuil zitten, een mooie grammofoonplaat op met prachtige muziek, een mooi uitzicht, een goede whisky of whatever in je hand. En gewoon liefhebben, genieten. Dit zijn de vier belangrijkste mannelijke archetypes die je alle vier goed wil ontwikkelen om een compleet man te worden. Als je nu denkt in je omgeving of je kan kritisch kijken naar jezelf, dan zal je zien dat er één of meerdere niet goed bij je ontwikkeld zijn. En zal je ook zien dat je bepaalde mensen kent die doorslaan in een bepaald archetype. Ja, de liefhebber, als die bijvoorbeeld een liefhebber is van eten en daarin doorslaat, nou, dan snap je wat er gebeurt. Deze die kennen we ook, die rennen kaart richting burn-out. Deze kennen we ook. Alles is geordend en gestructureerd en er is geen ruimte voor creativiteit, flow en ontspanning. En als deze doorslaat, dan wordt het een hele irritante petweter. Dus dit zijn de vier archetypes die je als man wilt ontwikkelen. Nogmaals, als je hier niet actief mee bezig bent, en ik ga je per archetype exacte dingen geven die je kunt doen, gewoon concrete acties in het aardse, om ze te ontwikkelen. Als je daar niet bewust mee bezig bent, word jij op dit moment gerund door de schaduwzijde, de actieve en de passieve schaduwzijde. Bij de koning is dat enerzijds de tiran, dat is de actieve. Dus waarbij een koning staat voor orde, structuur en richting en ook wel eerlijkheid, heerst de tiran op een manier die onderdrukt. Ja? Dus dat is de tiran. En dan hebben we aan de andere kant hebben we de zwakkeling. Dat is de passieve zijde van de koning. Dus dan worden we het zwakke prinsje als man. Gaan de armpjes in de lucht. Ja, mijn compagnon die heeft me genaaid. Ja, ik voel me echt niet serieus genomen. Whatever. Slachtofferrol spelen. Het is het tegenovergestelde van de koning. Dus de zwakkeling. Als je op dit moment niet bewust bezig bent met de koning, zit jij op dit moment gevangen in een loopje tussen deze twee. Want zo werkt de mens. Als je iemand in een stoel zet en diegene die is keihard aan het janken en je doet helemaal niks, je kijkt alleen maar naar diegene, dan een tijdje stopt diegene met janken en die wordt daarna bijvoorbeeld waarschijnlijk boos. Dan begint diegene te schreeuwen, het is niet eerlijk en te schelden. Als je dan niks blijft doen, dan een tijdje zegt diegene, want het heeft ook geen zin en wordt diegene weer verdrietig. He, dus wij mensen zitten altijd in een loopje tussen dat soort uitersten. Dus dit soort mensen, die dus niet hun koning ontwikkeld hebben, dit soort jochies moet ik zeggen, dus die niet een masculine koning hebben ontwikkeld, die proberen door middel van onderdrukking proberen ze hun zin te krijgen. Nou, dan komen ze heel eind. En zodra het dan niet lukt of ze lopen tegen de lamp of het gaat mis, ja, dan zijn ze de zwakkeling en dan kunnen ze er allemaal niks aan doen. Dus dat is de koning met zijn twee schaduwzijdes. Als jij hier niet actief mee bezig bent, zit je nu gevangen tussen deze twee. Dan hebben we de wijze. Die is, zoals ik al eerder zei, van het begrip, dat is het uiteindelijke doel. En daarom is hij super geïnteresseerd in de wetten van de natuur, van het leven, van geld, van relaties. Gewoon de kennis daarachter. Hij wil dat beter begrijpen. En hij verdiept zich daar ook in. Als die niet volgroeid is, als het geen volgroeide masculine energie is, maar je bent blijven hangen op de jongetjesenergie, dan zit je gevangen in de schaduwzijde. Dan heb je aan de actieve kant heb je de manipulator. Dus die houdt juist stiekem kennis achter. Dat is zo'n gozer, die zit in een meeting en die weet iets wat eigenlijk die conculega van hem ook moet weten, maar die houdt dat achter. En precies op het moment suprem zaagt hij die poten onder die stoel van zijn conculega eronder uit. Met die kennis die hij altijd heeft achtergehouden. Dus dat is de manipulator. Die gebruikt niet
die kennis voor meer wederzijds begrip, of begrip van het leven, of begrip van zichzelf. Nee, die gebruikt die kennis om anderen eronder uit te halen. En dan heb je aan de andere kant juist de ontkennende onschuldige. Weet je wel, ken je die types? Oh, dat wist ik niet. Hadden we om 4 uur afgesproken? Oh ja, ik dacht 5 uur, ik wist het niet. Of er is iets helemaal in de soep dat wist ik niet. Oh, heb ik dat fout gedaan? Oh, dat was me niet helemaal duidelijk dan. De ontkennende onschuldige. Hij weet het donders goed. Nogmaals, als jij niet actief met de wijze bezig bent, dan zal jij proberen te manipuleren, je manier door het leven. En op momenten dat je tegen de lamp loopt, zal je de onschuldige spelen. En misschien geloof je je eigen bullshit op dat soort momenten ook nog wel. Vervolgens gaan we naar de strijder. De strijder, nogmaals, denk daarbij niet alleen maar aan geweld en agressie. De strijder staat echt voor loyaliteit aan iets groters, aan het grotere goed, vastberadenheid, vechtbereidheid voor iets moois, voor iets groots. Dit is een heel interessant loopje aan deze kant. De actieve kant is de sadist. De bullebak, de pestkop, die doet anderen pijn. En aan de andere kant heb je de masochist. De passieve kant, masochist. Zelfpijniging. En dit is ook weer een loopje waarin je terechtkomt als je de strijder in jou niet goed hebt ontwikkeld. Je gaat andere mensen pijn doen en dan komt er angst, schuld, schaamte. En dan ga je jezelf pijnigen, op wat voor manier dan ook. En als je dat na een tijdje zat bent, dan je frustraties die uit je weer op je partner, op je kinderen, op je collega's, of whatever. En ga je richting de sadist. En dan tenslotte de liefhebber. Nogmaals, staat gewoon uiteindelijk natuurlijk voor verbinding. Verbinding met mooie muziek, verbinding met de natuur, verbinding met een ander. Maar het middel daarvoor is genieten. Ja? En dat kan natuurlijk doorslaan in de verslaven, enerzijds. Verslaafde. Dus die raakt verslaafd aan eten, aan trainen, aan seks, aan drugs, aan alcohol, whatever. Die kan dat genieten niet beheersen. Die mist de beheersing. Die zit nog in de krachtfase in plaats van in de machtfase. Dus dat is de verslaafde. En dat is heel gek. En wat je dan bijvoorbeeld ziet, en dit hoor ik heel veel van mannen die in dit loopje gevangen zitten. Dus die trekken er elke week een ander meisje op. En dan vinden ze het meisje wat ze leuk vinden. En dan zijn ze opeens impotent. Dus dat is een loopje wat je veel ziet. Als ik eerlijk ben, is een loopje wat je vaker ziet, is dat wat hier begint. Gewoon onder andere ook door slechte leefstijl, maar gewoon dit archetype niet goed ontwikkeld hebben. Impotent, zit geen spatje testosteron meer in, zit geen spatje masculine aantrekkingskracht meer in. Dus zijn impotent, kijken porno, spelen videospelletjes en raken dus verslaafd aan die porno en videospelletjes. En hebben ze dan een keer een relatie met een echte vrouw, dan gebeurt er weer vrij weinig. Dus dit is ook een heel naar loopje om in terecht te komen. Dit zijn 4 archetypes die je wilt ontwikkelen. Als je de koning wilt ontwikkelen, je wilt meer richting, je wilt meer structuur in je leven, dan is dus dat precies wat je moet gaan doen. Voor de een werkt een productiviteitsplanner ontzettend heel goed, maar het komt neer op plannen. Routines en rituelen. Dus vaste routines voor je ochtend, voor je avond, voor je werk. Niet zomaar aan het werk gaan en zo ver mogelijk proberen te komen. Nee, werken met vaste structuur en orde en richting. Dus stel ook meetbare doelen. Dus niet meer omzet voor mijn bedrijf. Nee, ik wil deze maand 3 nieuwe klanten met minstens een orderwaarde van 20.000 per order. Ik verzin nu maar wat. En ik wil op 31 december van dit jaar, willen we zoveel procent marktaandeel, moet de winstmarge met zoveel procent zijn gestegen, de klanttevredenheid met zoveel procent zijn gestegen. Zorg voor richting, ja? En maak het zichtbaar. Dat is wat de koning doet. Als je deze concreet wil ontwikkelen, investeer dan in training en ontwikkeling. Dus ga, en dan denk ook buiten de gebaande paden, als je deze wil ontwikkelen. Ga eens naar een training sterrenkunde. Ga eens naar zo'n week survivalen. Dan ga je hier ergens in Nederland in de Veluwe. En dan krijg je een zeiltje en een mes mee. En dan leer je hoe je moet overleven in de natuur. Maar omring je met mentoren, omring je met leraren. Studeer, lees. Om die wijze verder te ontwikkelen. Ja? Als je de strijder wil ontwikkelen als man. Ja, super simpel, oppervlakkig. Til minstens 2 keer in de week zware gewicht op.
Dus ik heb het niet over 3x10 bicep curls, jongens. Ik heb het over gewoon zwaar deadliften, zwaar bankdrukken, zwaar presses en back squat. Die had ik nog niet gehad. Optrekken, verzwaard, eventueel ook. Maar gewoon zware gewichten, minstens 2 keer in de week, liever 3 keer in de week. En dat is ook zat. Het tweede, vechtsport. Leer knokken, leer ook de grenzen van je lijf opzoeken. Allemaal op een relaxte manier, hè? Helemaal als je, zoals ik, geen 20 meer bent. Ik heb het er niet over dat je wedstrijdvechter moet worden. Ik heb het er gewoon over dat je 1 keertje in de week uurtje gaat kickboksen, uurtje Braziliaanse jiu-jitsu gaat doen. Samen met andere mannen, ontzettend voedend voor lichaam en geest om dat te doen. Uiteindelijk staat die strijder, die staat voor fysieke kracht, voor emotionele stabiliteit, maar ook voor beheersing. He, dus als jij als gozer in een café staat met je meisje en een debiel botst tegen je meisje aan en begint meteen agressief te doen. En jij kan niet vechten en je bent zwak en je hebt ook een lage vechtbereidheid, want dat is ook die strijder. Ik heb persoonlijk, als ik de oorlog in moet, heb ik liever iemand naast me met een extreem hoge vechtbereidheid en verder geen of weinig fysieke kracht en vechtsportskills, dan iemand die zwarte band karate en taekwondo heeft, maar een vechtbereidheid van 0. Oftewel, hij krijgt 1 tikje en hij ligt eruit. Dus fysieke kracht, emotionele stabiliteit en vechtbereidheid, dat is wat je wil ontwikkelen op een relaxte manier. Sta jij in die bar, je meisje die krijgt een douw, die gozer die begint agressief te doen en jij kunt niet vechten en je hebt geen vechtbereidheid en je bent zwak en je praat je eruit, dan heb je niet zacht aardig gereageerd, je had geen andere optie, dus je bent gewoon zwak. Als jij daarentegen, je ziet dan die gozer, hij is dronken, hij is ontzettend agressief, hij zegt dingen die gewoon echt niet kunnen. En je weet, ik zou nu helemaal de tering kunnen slaan of kunnen pakken. En je kiest er vervolgens voor om het niet te doen, om het verbaal met een grimlach ontspannen op te lossen. Dan ben je machtig. Snap je nu het verschil tussen kracht en macht? En dan hebben we de derde optie, zeg maar de kracht. Gebeurt precies hetzelfde, die kan vechten en die is sterk en die mist de beheersing. En die slaat die gozer het ziekenhuis in en zit vervolgens zelf in de cel. En dat is het verschil tussen kracht, zwakte, kracht en macht. Kunnen doden, dus je kan het en je kiest ervoor om het niet te doen, dat is macht. Dus zo ontwikkel je die zware gewichten optillen, vechtsport. Natuurlijk goed slapen, goed eten, bladibladibla, maar vooral zware gewichten, mega boost voor je testosteron en vechtsport, kickboksen en Braziliaanse jiu-jitsu. En dan de liefhebber, als je die verder wil, ja, ten eerste dat zul je dus moeten inplannen, dus je zal minstens 1 keer in de week moeten inplannen dat je op kookles gaat, dat je, whatever jouw ding is, hè. Het kan ook zijn kitesurfen en dat je daarvan geniet. Een van de dingen die ik zowel mannen als vrouwen van harte aanbeveel, maar zeker ook mannen, is salsa les. En ik zal zo meteen ook uitleggen waarom. Maar daar ben je aan het dansen, je verbindt met mooie muziek, je verbindt met een dame voor je, je moet verbinden met jezelf. Dus dat is één ding, dus plan dingen in waarvan je geniet, zonder scherm, zonder telefoon alsjeblieft. Plan dat in minstens 1 keer in de week. En een van de dingen die ik sowieso adviseer is salsa. Dit zijn de 4 archetypes die je als man wil ontwikkelen. Nou eventjes vanuit die oude wijsheid van de archetypes concreet naar het nu. Namelijk het raamwerk wat ik vaak gebruik als ik over masculiniteit en femininiteit gebruik. Het is maar een raamwerk, hè, dames en heren, zodat je er gedachten aan op kan hangen. Zodat je structuur kan geven aan dit hele verhaal. David Deida schrijft in dat boek van hem, The Way of the Superior Man, vrouwen zijn de oceaan, mannen zijn boten. Dat is ook een metafoor. Die gaat voor mij niet volledig op. De metafoor voor mij, die veel beter werkt, is vrouwen zijn boten, mannen zijn eilanden. Nogmaals, het is een metafoor, dus sla er niet in door. Over vrouwen zijn boten ga ik nog een aparte video opnemen. Nu ga ik het hebben over mannen zijn eilanden. Als man heb je een eiland met 4 belangrijke basisdelen. Als je die op orde hebt, ben je aantrekkelijk voor het vrouwelijke. En dan als je aantrekkelijk bent voor het vrouwelijke, nogmaals, dan ben je aantrekkelijk voor de natuur, word je beloond met gezondheid. Ja, gezonde relaties, gezond lijf, gezonde communicatie en gezondheid op je bankrekening. Het eerste dat je wilt ontwikkelen op je eiland, is je missie. En dat klinkt misschien nog een beetje vaag, maar waar het daarbij om draait, is richting. Ze hebben hier ontzettend veel leuke onderzoeken naar gedaan. Een vrouw vindt een man die nog niet zoveel heeft bereikt,
Een jonge man moet ik daar wel bij zeggen. Een jonge man die nog niet zoveel daadwerkelijk heeft bereikt, maar een hele duidelijke richting heeft in zijn leven. Hij weet exact wat hij wil en wat hij aan het doen is en hij doet het ook. Dus hij is misschien op dit moment hamburgers aan het flippen bij de McDonald's, maar 3 maanden geleden was hij daar nog schoonmaker en hij heeft inmiddels promotie gekregen. En hij weet, over een half jaar ben ik eerste medewerker en over een jaar ben ik manager en over 2 jaar heb ik mijn eerste franchise. Dan vindt een vrouw die jongen van begin 20, die zoveel richting heeft, aantrekkelijker dan een jongen van dezelfde leeftijd die de staatsloterij heeft gewonnen en bulkt van het geld, maar ja, zich een beetje verveelt en niet zo goed weet wat hij moet doen in zijn leven. Dus een missie is essentieel en daarvoor moet je richting hebben. Het tweede wat je als man echt voor elkaar moet krijgen, dus als jonge man kan je nog wegkomen met een missie, met richting, zonder aardse resultaten. Maar als man, boven de, nou wat zullen we zeggen, 30, 35, moet je gewoon resultaten hebben. Als je boven de 35 bent en je hebt nog steeds allemaal praatjes over je grote plan, dan kan je eigenlijk beter nog maar je mond houden en onzichtbaar zijn en doorwerken dan dat je al die praatjes hebt. Want vrouwen walgen ervan, het vrouwelijke walgt ervan, want je bent onbetrouwbaar. Als je op je 35 nog steeds niks voor elkaar hebt, maar je hebt wel allemaal praatjes, dat is niet best. Dus het tweede deel van je eiland is vermogen. En vermogen is een prachtig woord, want dat is natuurlijk veel meer dan geld, maar ik heb het hier voornamelijk over geld. Geld is nou eenmaal de indicator van de hoeveelheid waarde die je hebt geleverd en de hoeveelheid succes die je hebt geboekt. Ja? Wij mensen belonen waarde die we krijgen. Als wij gaan uit eten en het was een waardevol, het was goed eten, dan betalen we daar met liefde veel geld voor. Ja? Dus vermogensopbouw en dat is eigenlijk niks anders dan succes. Dus het lukt ook. Die missie, dat lukt je ook. En daardoor bouw je vermogen op. Heel veel mannen zijn, en vrouwen trouwens ook, maar vooral mannen zijn ontzettend goed in heel veel omzet draaien en ontzettend slecht in winst overhouden. Ik heb het hier dus niet over omzet draaien. Ik heb het hier over vermogen bouwen. En ook hier, heel veel leuke onderzoeken, maakt het de vrouw dus niet uit dat je multimiljardair bent. Nee, het vrouwelijke kijk zit er groei in. Groeit je vermogen. Dus als je nu 1000 euro per maand verdient en volgend jaar 1500 en het jaar daarna 1600 enzovoort enzovoort, dan ben je gewoon goed bezig. Het gaat niet om de hoeveelheid geld, als we even vanuit het vrouwelijk perspectief kijken. Het gaat erom groeien. Doe je wat de natuur van je verlangt. Groeien in je competentie. Dus je wil vermogensopbouw op orde hebben. Dan, als derde, ik vat hem eventjes samen met het woord kracht. Ja, en dan heb ik het over, ik heb hem al genoemd, fysieke kracht. Gewoon fysiek sterk zijn. Er is een reden waarom God, Allah, de natuur, waar je ook in gelooft, ons mannen veel meer testosteron en een stuk meer spierkracht heeft meegegeven. Dat is dus blijkbaar de bedoeling. Dus als jij nu zo'n vent bent, of juist met zo'n bierbuik, en je bent ontzettend zwak, ga je in tegen je natuur. En een vrouw is de natuur. De natuur selecteert. Je gaat niet goed door de selectie heen komen. Dus je wil werken aan die kracht. En die bestaat uit 3 dingen. Je fysieke kracht. Je emotionele stabiliteit. Een vrouwelijke hormooncyclus beweegt in een cyclus. Mannelijke hormoonhuishouding is stabiel. Dus je moet emotioneel stabiel zijn. Dat is iets heel anders als nooit huilen. Het is emotioneel heel stabiel. Dat als een dierbare overlijdt. Of je hond, heren, is ook helemaal oké. Om dan gewoon verschrikkelijk te janken. Maar niet als je je afslag hebt gemist of zoiets. Ja? Dus je wil emotioneel, fysiek sterk, emotioneel stabiel. En je wil een hoge vechtbereidheid hebben als het gaat om de dingen die je doet doen. Als iemand aan je meisje zit, als iemand aan je kinderen zit. Maar ook metaforisch gezien. Als je een bepaald doel wil bereiken, een bepaalde deadline wil bereiken. Gewoon workout. Sommige mannen die kennen de grenzen van hun lichaam totaal niet. En zodra ze ook maar iets voelen, dan stoppen ze. Dus heb je een hoge vechtbereidheid. Dat is allemaal wat hier onder verstopt zit. Dus dat is fysiek sterk, emotioneel stabiel, sterk en een hoge vechtbereidheid. En dat is weer gekoppeld en daarom wil ik wel even goed kracht. Ja, en toen net ook de strijder, dan denken mensen van, oh ja, dat hoeft allemaal niet. Dat draait hier dus juist hier aan de verbinding met het grotere geheel. Ja? Dus die vechtbereidheid voor dat grotere geheel.
voor je gezin, voor die missie? Ben je bereid om daarvoor te knokken? En dan het vierde en laatste deel van je eiland is je sociale leven of je sociale status, moet ik zeggen, als man. Sociale status. Een van de dingen waar vrouwen onbewust op selecteren is wat jouw sociale status is als man. En dan kijken ze naar twee dingen, allemaal onbewust. 1. Heb je respect van andere mannen? Zo niet, gevaar voor haar om zich te koppelen aan jou. Want als jij wordt uitgekost door andere mannen, wat betekent dat voor de veiligheid van je toekomst? En 2, waar vrouwen onbewust naar kijken, is: heb jij aantrekkingskracht van andere vrouwen? Klinkt heel erg raar, maar als jouw vrouw of jouw vriendin een relatie met jou heeft en zij merkt dat geen enkele andere vrouw naar jou kijkt en dat jij totaal niet wordt omringd door aantrekkelijke, goede, kwalitatief vrouwen die, hoe zeg ik dit, die kwaliteit eisen, laat ik het zo zeggen. Als je daar niet door wordt omringd, dan gaat ze twijfelen op onbewust niveau. Heb ik wel de juiste keuze gemaakt? Waarom ben ik de enige die geïnteresseerd is in deze vent? Blijkbaar klopt er iets niet. Dus ik kijk naar 2 dingen. Heb je het respect van andere mannen? Heb je de aantrekking van andere vrouwen? Dus je sociale status is waar ze letterlijk naar kijken, maar denk vooral aan je sociale leven. Als jij alleen maar aan het werk bent, je spreekt nooit af met vrienden. En hier komt ook weer de salsa terug. Je doet nooit dingen voor jezelf en je doet ook geen dingen waarbij andere mooie vrouwen aanwezig zijn. Dan dempt dat de aantrekkingskracht van je vrouw. Dus je sociale leven en het draait om status. Nou, als je nu kijkt, zul je zien dat je die 4 archetypes van Jung hier overheen kunt leggen. Voor je missie, voor richting heb je orde en structuur heb je nodig. Dus dat is je koning. Voor je vermogen moet je weten hoe geld werkt. Moet je weten hoe de wereld werkt. Moet je weten hoe de natuur werkt. Nogmaals, het gaat voornamelijk over geld. Maar vermogen, iets kunnen, is natuurlijk meer dan alleen maar geld. Dus dat is de wijze, de tovenaar. Hier hebben we natuurlijk de strijder. En hier hebben we de liefhebber. Die kan verbinden met zijn vrienden. En die kan verbinden met anderen. Lief. En kan genieten. En kan ontspannen. En kan dansen. Dus nogmaals, wil je deze ontwikkelen? Besteed aandacht aan je routines. Aan je planning. Wil je deze ontwikkelen? Studeer. Train. Ga naar cursussen toe. En denk dan ook echt buiten de gebaande paden. Wil je die ontwikkelen? Til zware gewicht op. Ga versport doen. Wil je die ontwikkelen? Van alle dingen die ik zou kunnen noemen, kom ik weer terug op salsa les. Ja? Maar ook je wordt omringd met andere mooie vrouwen. Je leert wat. Je kan naar feestjes toe. Maar ook hier, spreek af met goede mannen die ook kwaliteit eisen. En al is het maar 1 keer in de maand dat jullie samen een activiteit gaan doen en samen een hapje eten of whatever. Maar zorg dat je niet alleen maar, juist als je in een relatie zit, dat je dus niet alleen maar aan je vrouw hangt of aan je meisje hangt. Ga erop uit. Dan heb ik het niet over op vrijdagavond bier zuipen. Nee, maar met goede mannen, misschien mede-ondernemers, 1 keer in de maand afspreken en over het leven praten. Ontwikkel deze 4 gedeeltes van je eiland en je wordt aantrekkelijk voor het feminine. Het is belangrijk als je vrijgezel bent. Het is misschien wel nog belangrijker als je in een relatie zit. Er is namelijk niks zo zuur als in een relatie zitten waar langzaam maar zeker de aantrekkingskracht van je meisje weg hebt. Want het enige wat dan overblijft is misschien een bijzondere vriendschap. Dus ga hiermee aan de bak. Doe eens een assessment voor jezelf. Geef jezelf voor elk van deze 4 delen van je eiland eens een cijfertje van 1 tot 10. En begin eens met het laatste gedeelte van je eiland. Een bonusles, heren, voor degenen die nu in een relatie zitten en je zit in een breuk of er is gedoe. Zodra er gedoe komt in je relatie, onthoud dit goed en herhaal deze zin 3 keer hardop. Vrouwelijk verlangen vereist afstand. Vrouwelijk verlangen vereist afstand. Vrouwen zijn boter, er komt nog een aparte video over. Maar als zij wegvaart, wat ook gewoon haar bedoeling is, wat haar taak is om te varen met die boot. En jij verlaat je eiland, stapt in een rubber bootje en je vaart erachterna. Dus doe je dus precies het tegenovergestelde van wat je te doen hebt. Wat je te doen hebt, is haar die afstand geven. Niet omdat je dat trouwens per se aan haar gunt. Nee, omdat jij eigenlijk daar onverschillig voor moet zijn. Jij moet je focussen op je eiland. Jij gaat werken aan je eiland. Komt ze terugvaren, prima, dan is er een beter eiland. Komt ze niet terugvaren, is de breuk definitief. Dan heb je een prachtig eiland voor je volgende relatie. Dus, mannen, werk
aan je eiland. En zodra je gedoe hebt in je relatie, werk nog harder aan je eiland.